Elke maand brengt Santita het verhaal achter een bijzondere foto. Dit is Annie uit Zottegem. Zij ging op de foto met Lionel Messi voor haar vereniging voor kansarme kinderen. Om bij Messi te geraken, dat heeft 2 jaar geduurd. In Barcelona ben ik hem gaan bezoeken. Ik kon hem aanspreken. En ik had ergens gelezen dat Messi graag melkchocolade had. En hij zag dat. Ik zeg, para ti. En hij direct met zijn hand op zijn maag zo. Para mi, zegt si. En ja, die jongen heeft alles. En als je dan ziet, hij heeft alles. Maar dan die chocolade voor hem, speciaal Belgische chocolade. Dat was precies voor hem, dacht ik toen op dat moment, het einde van de wereld. Hij heeft ook geen sterallures, hè. Dat is een gewone gast. Ook nog geen tattoo op zijn arm. Als je hem ziet, dat is een kind die met zijn bal speelt. Hè. En altijd zijn bal. Messi en zijn bal, dat is Messi. Ik vroeg dan ook of hij t-shirtjes wou tekenen, heeft er getekend. En we hebben 3 kussen gegeven. Dat is echt waar, mooi, ja. Mooier kan het niet zijn eigenlijk, hè. Omdat dat zo iemand is die... Ik vind er geen woorden voor. Ik ben er zeker van, moest ik hem nu teruggaan, dat hij me nog altijd kent. Misschien nu dat niet. Ik weet het niet, maar ik ben er zeker van. Zo'n fijne mens. Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja.